Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Current, knalgroene energie. Een bijzonder goedenavond en welkom bij FC Rijnmond op de vrijdagavond. Vandaag aan de desk onze chef sporter Ruud van Os, onze Feyenoord-verslaggever Dennis van Eersel en AD-columnist Sjoerd Mossoe. Sjoerd, welkom. Gewonnen van Groningen, gewonnen van Vitesse, gewonnen van Napoli. Feyenoord is weer helemaal boven Jan, hè? Ja, helemaal boven Jan niet, maar het gaat wel de goede kant op. Ja. Zeker, is toch zo? Positieve sfeer heerst, dus het is, de crisis is overwonnen. Was het crisis? Niet echt, hè? Ze hebben de spelersbus niet opgewacht, toch? Nee, dat is nog niet gebeurd. Dat is het criterium, hè? Nee, dus als je spelersbusje opwacht, dan is het crisis. Daarvoor, dat is crisis. Okay, dat moeten we zo afspreken. Ja, nee, is goed. Dan hebben we deze ook een criterium wanneer het crisis is. Ja, dan is het duidelijk. Ja. Nee, maar het gaat al lang de goede kant op, maar ze liggen natuurlijk nog wel aardig wat achter. Ja. Dus kampioen gaan ze niet meer worden. Dennis, ik kreeg een hoop mailtjes van mensen en appjes of je deze week wil gedragen qua opmerkingen. Of ik het netjes wil houden. Ja, jij, want wij hebben het heel niks gehouden, maar of jij het niks wil houden. Ja, ik ga het beste doen. De terugkeer van Robin van Persie aanstaande in de Kuip? Nou, Van Bronckhorst was wel weer uitgesproken in dat hij hem er heel graag bij wil hebben. Meestal houdt hij zich toch wat meer op de vlakte als het over transfers gaat. Dus dit blijft een wens. In Turkse media gaat weer rond. Maar ja, ze hebben daar zoveel kranten en die moeten ook vol. Dat al rond zou zijn, het speelt wel. Ja. En ja, wat? Ja, Turkse media zijn echt totaal onbetrouwbaar. Die hebben geen enkele ingang, die hebben geen enkel contact. Maar je hebt Van Persie vandaag even een appje gestuurd en gezegd: kom je terug naar Feyenoord? Ja, het is volkomen logisch dat hij terugkomt naar Feyenoord. Hij speelt daar niet. Hij maakt eigenlijk nauwelijks serieus deel uit van die spelersgroep. Hij is eigenlijk bijna kalt gesteld. Hij is een grootverdiener. Hij wil zelf heel graag. Ja, dat is ABC. Maar Sjoerd, waarom speelt hij niet? Is toch omdat hij niet fit is? Hij is geblesseerd geweest. Hij komt nu terug. En hij is volgens mij vorige week aangesloten bij de groep. Dus hij zou nu weer kunnen gaan spelen. Ik hoop dat Soldado geblesseerd is, die andere spits. Dus hij zou nu weer moeten gaan spelen. Maar het is wel een beetje aflopend verhaal. Maar winterstop of dan aan het einde van dit seizoen? Want de hoop is nu dat ook in de winterstop dat hij terugkomt. Ja, het lijkt mij winterstop. Ja. Maar, lijkt me logisch. Maar is het niet een te groot risico? Ik vind het een hoop geld. Wat wil zo'n jongen hier nog gaan verdienen? Misschien wel een miljoen. Ja. En voor een jongen die zelden fit is, is het een hoop geld. Hij moet natuurlijk fit zijn. Ja, maar dat is dat grote probleem bij de voetballer van Persie al heel zijn leven. Ja, wel, dat weet ik wel. Maar, dus over de klasse geen discussie. Maar Van Persie in de Eredivisie, dat is toch altijd een aanwinst? Ook in dit elftal. Maar, ik snap heel goed dat Van Bronckhorst. Maar dan moet hij wel fit zijn. Ja, nee, maar dat is uiteraard. Maar ook niet fit kan hij nog steeds van waarde zijn. Kijk, in de tweede seizoen zelfs vorig jaar Kuit. Hoeveel heeft hij gespeeld? Gaat durven. Maar nu is hij fit, Ruud. Dus als je hem in de winter haalt, dan haal je hem in ieder geval fit binnen normaal gesproken. Maar moet nog iets rechts gebeuren. Ik zou hem qua invloed niet willen vergelijken met Dirk Kuit. Dirk Kuit had een breder perspectief dan het dat. Valt of staat vind ik ook gewoon met wat het moet kosten. En dat moet je afzetten tegen wat het je oplevert. Maar Persie legt de lat ook hoog, hè? Kijk, het is een ander type dan Kuit. Een totaal ander type. Maar dat is wel een speler die gewoon pure kwaliteit, die veel eisendheid binnenbrengt. En daar heeft het ook wel een beetje aan ontbroken. Als je een beetje luistert naar wat er bij Feyenoord een beetje speelt intern rondom die spelersgroep, was dat ook dat verhaal. Hè? Die spelers willen zichzelf geen pijn doen. Ja. En die nemen het allemaal wat makkelijker. Nou, daar kan Van Persie echt wel wat in betekenen. Maar ik denk dat de lat met Kuit heel erg hoog gelegd is wat betreft terugkomende spelers. Want Kuit, hè, beker en daarna het kampioenschap. Ja, beter kan niet. Nee. Ja, dat is een lat waar Van Persie denk ik niet aan gaat komen. Omdat het gewoon een heel andere persoonlijkheid is. Maar Kuit is ook niet de evenaar. Hè? In de laatste minuut de laatste wedstrijd van je carrière. Hat-trick maken. Precies. Dus, maar dat hoeft er ook niet. Kijk, Van Persie is een aanwinst voor de Eredivisie, voetballend gezien, qua persoonlijkheid. Ik heb hem er heel graag bij. Goed. We gaan zo meteen met deze mannen verder praten. Eerst eens kijken. Daar niet over. Nee, maar daar mag je wel over gaan. Hè? Maar eerst nog even kijken wat er nog meer deze week gebeurde. En je weet ondertussen, vragen aan deze mannen kan je stellen via Facebook, RTV Rijnmond Sport. Met Sinclair Bisschop en ook wederom presentator Bart Nolles. Ook de paarden van de politie hebben er zin in. Dat gaat helemaal goed hier bij de Kuip. Net als Ruud van Os werd Feyenoord dit seizoen zowat vertrappeld in de Champions League. Maar woensdag in een kolkende Kuip kreeg Feyenoord loon naar werken. 2-1 op Napoli. Prachtig. Heerlijk, ja, een heerlijk gevoel. Echt een heerlijk gevoel. Het blijft jammer dat de Champions League nu klaar is. Veel slechte resultaten, maar het legioen had het niet willen missen. Ja, ik vond Manchester City, dat was gewoon jammer. Napoli uit was ook gewoon jammer. Shakhtar thuis, vond ik, had je minimaal een puntje kunnen pakken. En Shakhtar uit, was ook gewoon jammer. En al doet Rotterdam nu niet meer mee aan dat commerciële gedrocht dat de Champions League heet, wat maakt het eigenlijk ook uit? Rotterdam blijft de mooiste rotstad die er is.
Wat een ander ook mag zeggen, die slaat de plak maar mis. Rotterdam, de mooiste rotstad die er is. Jong geleerd is oud gedaan. Zie je daar? Ja, zo. Nou, we zagen het in de week al, de sfeeractie. Mooi, Sjoerd? Hou jij van, toch, denk ik? Vind jij mooi? Ja. Ja, je kunt er heel politiek correct over praten. Dan zeg je mag niet en boete en onverstandig en schande. Ja. Maar het is natuurlijk geweldig. Ja, want? Waarom is het geweldig? Ja, omdat het gewoon... Er is bijna niks sfeerverhogenders te bedenken dan die fakkels. En in de jaren 90 kwam dat een beetje op. Elk tribuneshot van die rode gloed over die mensen heen is gewoon geweldig. En het bracht ook iets extra's in de Kuip natuurlijk woensdag. Ja. Ja. Kijk, ik weet allemaal wel dat het niet mag. Maar soms moet je als supporters ook af en toe een beetje een randje opzoeken. Maar wat ik me wel afvraag is, het mag niet. Maar hoe groot is zo'n fakkel? Zo? Het zijn van die, nee, wat ik me van de kan herinneren, ze waren vroeger wel zo. Hoor. Veel kleiner. Nou, waar stop je die? Nou, je wordt er gefouilleerd als je binnenkomt. Je wordt uitgenodigd door de supporters om dat een keer te ondervinden waar ze die stoppen, Ruud. Ja. Ja. Maar Dennis weet waarschijnlijk het antwoord. Ja, ja. Dennis op Marchanet, ja, vraagt ook... Nee, maar het fouilleren stelt dus niet voor. Als zoveel mensen zo'n ding of hadden, is de helft ingenomen of zo. Had iedereen zo'n vakken moeten hebben. Maar het stelt ook niks voor. 50.000 man in anderhalf uur tijd, dan kun je niet fouilleren met en schoenen uit en de hele. Dat is ook een onbegonnen missie. Dit zijn er wel heel veel. Ja. Marcia Nuiten vraagt, Dennis, wat vonden jullie van de actie van de supporters met een smiley? Ja, ik vind het mooi. Ik zit op dezelfde lijn als dat Sjoerd erop zit. Ja. Ja, ik weet zijn naam. Ja. Moest alleen even nadenken. Sjoerd had het over politiek correct en zeg maar de sfeer. Nou, laten we kijken hoe dat bij Feyenoord was. Wat vond de trainer bijvoorbeeld van die sfeeractie? Nou, ik denk dat deze natuurlijk als jij voelt als speler dat... Dat het team je aanmoedigt en dat ze achter je staan, dan geeft dat wel iets extra's. En natuurlijk ook met 10 man, dan ga je vaak nog even een schepje erbovenop. Natuurlijk is het niet goed, maar uiteindelijk, ja, je kijkt er toch als coach. En het heeft er denk ik een klein beetje voor gezorgd dat we misschien die goal maakten. Waardoor je ook meer geld binnenkrijgt. Dus onderaan de streep denk ik dat het wel positief is. Ze hebben heel positief gedaan. Nou ja, we krijgen natuurlijk een enorme duw. En het gaat niet alleen om boetes, jongens. Er komt een dag dat we daar geen supporters meer hebben zitten. En dan denken we er weer anders over, denk ik. Dus, want het is niet zo dat je gewoon elke keer de boete aftikt. De reglementen voorzien erin dat als wij dit niet onder controle krijgen, wat dus heel moeilijk is, dat er uiteindelijk gewoon vakken leeg kunnen worden gehouden. En het is niet de club die dat beboet. Het zijn gewoon de regels van de UEFA. En de regels van de KNVB. Dus ja. En er zijn ook heel veel wedstrijden die we helaas niet gewonnen hebben ondanks fakkels. Dank. Dus niet meer doen. Dat is de boodschap dan? Ja. Hij zegt van Bronckhorst wel doen. Maar Raymond heeft toch een punt. Ja. En ja? Het gaat dus niet alleen om de boete. Feyenoord ligt Europees gezien onder een vergrootglas. En ja, wie weet is de volgende straf wel dat bepaalde vakken leeg moeten blijven. Of dat dus. Tuurlijk is het mooi, maar het mag toch nooit leiden tot dadelijk een leeg stadion. Maar zou dat echt zo ver gaan dat ze weet vakken leeg gaan? Weet ik niet. Ik heb de reglementen heb ik gekregen, opgevraagd. En daar staat inderdaad, er zit een opbouw in. Het zijn richtlijnen, dus het wil niet zeggen dat het standaard geformaliseerd wordt. Maar in de richtlijnen staat dat bij de vierde keer in 2 jaar tijd... dat het desbetreffende vak inderdaad, dat een sanctie kan zijn om dat vak leeg te houden. Er is één club in Nederland geweest die een wedstrijd in een leeg stadion heeft gespeeld wegens fakkels. Dat was NAC tegen Heracles. Ja, ik had al gedacht dat jij dat zou zeggen. Je stond dat zeker zo, jij. Ik stond er tussen. Ja, dat fakkels ook natuurlijk. Op de pest ruïne toch nog eentje. Tuurlijk. Nee, maar dat was toen een heel extreme sanctie. Ja. En dat kwam, want dat was inderdaad ook een heel sfeervol moment. Daar was eigenlijk iedereen heel enthousiast over. Toen zei de KNVB ook zonder publiek. En dat was wel na een aantal keren inderdaad. Dus dat was ook binnen een bepaalde marge. Kijk, het is heel dubbel. Ik snap Salomon natuurlijk ook wel. Maar voetbalsupporters worden al aan zoveel regeltjes gehouden. Er is al zo weinig spontaniteit. Je mag alleen met een klappertje van de sponsor. En je mag dat spandoek niet mee. Dat is alleen bij AZ, hè? Ja, dat is alleen bij AZ, ja. Dat is bloedirritant. Nee, maar ik snap wel dat kijk, ik vind wel dat je heel hard op moet treden tegen walgelijke spreekkoren... Tegen supportersrellen, uiteraard. Daar moet je keihard tegen optreden. Maar ik snap van Bronckhorst, die snap ik wel. Het moet ook niet... Kijk, die UEFA, ik snap het allemaal wel dat het allemaal niet mag. Maar het is ook een vorm van
Het hoort bij een supportscultuur, hè, om een beetje de randjes op te zoeken af en toe. En je kunt dat niet altijd helemaal controleren. Ja, maar hun argument zal terecht zijn. Ja, wat als dadelijk het hele stadion met zo'n fakkel zit? Wat als er dadelijk iemand gewond raakt door een fakkel? Wat dan? Ja, maar dat is de daarom moet je, dus, ja, maar dus daarom moet je formeel ook altijd zeggen dat het niet mag. Ja, ja. Maar ondertussen heb jij wel gepleit voor een fakkelpotje, geloof ik. Hè? Stort gewoon 500.000 van die 25 miljoen weg. Precies. En zorg ervoor dat in ieder geval dat je de boete kan betalen. Moet naar buiten uitspreken, zoals Raymond Salomon, ontkom je niet aan. Ook richting de UEFA moet je uitspreken dat het niet mag. En stiekem moet je ook begrijpen dat dat eigenlijk wel heel erg mooi is. Want het waren fantastische beelden, toch? Het waren fantastische beelden. Het was mooi om te zien. Ik kende iemand die eronder stond. Die zei, het zag er prachtig uit toen ik de beelden later terug zag. Die stond ongeveer zeg maar zo. Maar ondertussen zegt de trainer, wel, Feyenoord is gegroeid in de Champions League. Heb je dat ook gezien, Sjoerd? Dat Feyenoord een betere ploeg is geworden? Nee, zeker. Dus dat onmiskenbaar en een stijgende lijn natuurlijk in. Kijk, die laatste wedstrijd die win je waarschijnlijk ook omdat Napoli een beetje klaar was. En die waren ook niet op hun sterkst, maar je zag duidelijk een stijgende lijn. Maar de cynici zeggen dan, weet je, City had die speelde met een B-ploeg en Guardiola liet ze rustig spelen. Napoli wist dat er niks meer kon, dus... Is ook zo. Waarom zeg je dan dat je beter... Dat is alleen maar het moment, want het was slecht ook toen... Ja, tuurlijk, maar dat is ook allemaal waar. Maar je kunt toch niet zeggen dat Feyenoord niet beter bewapend per wedstrijd uit strijd kwam. Het was, de eerste wedstrijd was kansloos. De tweede wedstrijd was ook zo goed als kansloos. En het werd langzaam werd het iets stabieler, iets sterker, iets steviger. Er werden net wat minder fouten gemaakt, domme fouten. Dus ik vind wel dat ze... Het heeft nergens toe geleid. Ik bedoel, ik vind opgeheven hoofd ook maar een vaag begrip in deze. Maar ze zijn wel vooruit gegaan. Ja, nou, wij waren ook benieuwd hoe de rest rondom de Kuip terugkijkt op die Champions League avonturen. Een woensdagavond bij de Kuip. Het puntloze Feyenoord is kansloos in Europa. Maar toch staan de mensen te dringen om de Kuip te betreden. Na de 5 Champions League wedstrijden heeft Feyenoord in de competitie 8 punten laten liggen. En je kan je afvragen of de hoge belasting niet debet is aan de blessuregolf. Is de Champions League het allemaal wel waard geweest? Ja en nee. Altijd goed toch? Ja, qua inkomen en alles. Ja, ze hebben wel 0 puntjes, maar ik denk wel dat het goed is geweest. Ja. Ik denk voor de competitie niet, want het heeft echt heel veel punten gekost. Nou, daar ga je. Ik denk voor sommige spelers dat de ontwikkeling wel goed is geweest. Het is fantastisch geweest voor Feyenoord. Gewoon een volle Kuip, 3 fantastische avonden, want vanavond wordt ook weer geweldig. Dus alleen maar genoten. Was het geweldig, 0-4 tegen City? Ja, ik heb genoten van City. Kijk, Feyenoord komt het niet echt aan het niveau, maar je kunt ook, als je van voetballen houdt, geniet je wel van City. En dat heb je dan toch hier in de Kuip meegemaakt. Gewoon het feit dat zij Champions League spelen en dat we naar Manchester gingen, ik vind dat mooi. Ik kan er niks anders van maken, ik heb er gewoon van genoten, heel eerlijk. Ja. Een paar uur later is er louter euforie. Toornstra achter de bal, dan komt hij voor. Tapia schapt hem. Ja! 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 Zijn de supporters de 5 vorige nederlagen alweer vergeten? Doei doei! En heerst er vooral blijdschap. Heerlijk, ja, een heerlijk gevoel. Echt een heerlijk gevoel. We waren er eigenlijk op gebrand om de campagne zo goed mogelijk af te sluiten. En dat hebben we gelukkig ook gedaan. We nemen waardig afscheid van de Champions League nu. We hadden niks te verliezen, alleen dingen te winnen. Dat is ook wat de trainer tegen ons zei. En uiteindelijk hebben we alles gewonnen. Zo wordt Feyenoord niet de 20ste club in de geschiedenis van de Champions League die puntloos blijft in de groepsfase. Dat is een kleine opsteker. Maar toch waren de verwachtingen, vooral gevoed door hoop, anders. Ja, het kon zwaarder, maar ik denk dat we wel blij kunnen zijn met zo'n groep, denk ik. Natuurlijk, het zijn wel goede teams, denk ik, maar het valt wel wat te halen, denk ik. Vooraf was het toch altijd een beetje hoop van we worden derde, we kunnen derde worden. Ja, die hoop hadden wij ook. Alleen ja, helaas te vergeefs. De ene week maakten we een iets grotere stap dan de andere week. Maar goed, voor de meeste jongens soms is het allemaal nieuw en aanpoten. En het heeft even tijd gehad, maar uiteindelijk in de laatste wedstrijd hebben we toch wel laten zien dat we inderdaad die stap hebben gemaakt. En hopelijk kunnen we dit meenemen naar de competitie, wat niet onbelangrijk is natuurlijk. Iedereen vraagt zich af, was het allemaal waard? De Champions League bedoel je? Ja. Nou, uiteindelijk wel. De spelers hebben er wat van geleerd. Dat is het belangrijkste natuurlijk als je voetballer bent. Niemand had gedacht dat ze door zouden gaan. Nou, die loting die was ook zwaar. En als je dan nog één zo'n feestje krijgt in de Kuip, dan was het wel waard. Natuurlijk ben je veel punten kwijtgeraakt in de competitie, maar zo'n feest als vanavond, dat maak je niet heel vaak mee. Als je de laatste Champions League wedstrijd in ieder geval in een volle Kuip weet te winnen van Napoli, dan ga je toch met een lekker gevoel het Champions League avontuur verlaten. Maar goed, als je heel eerlijk bent, dan viel het eigenlijk allemaal een beetje tegen. Hetzelfde geldt voor 20 jaar geleden. Ook toen werd er Europees meer verwacht en ging het niet goed in de competitie. Maar de wedstrijd tegen Juventus zorgde voor de ommekeer. Feyenoord won met 2-0, kreeg een boost en het seizoen erop werden ze kampioen. Hoop doet leven. Zoals een spits behoort te doen.
Nou, ze kunnen wel vast uittekenen, toch? Volgend seizoen. Titeltje winnen en klaar, toch? Maar ja, toch... En dan drie voorrondes. Ja, je moet wel een paar voorrondes overleven. Ja, maar goed, dan druk ik de pret dan gelijk weer te veel. Nee, jij mag dat doen. Was het zinvol, deze Champions League periode? Het was, ja, god, ja, het is altijd wel zinvol. Maar het is ook een beetje een zinloze discussie. Want als je kampioen moet je meedoen. Ja. Ja, dat is niet zoveel keus. En het heeft absoluut zijn weerslag gehad op de competitie. Zeiden die mensen in het filmpje natuurlijk ook al terecht. Ja. En daar kun je ook niet omheen. Van de andere kant, er is veel geld opgehaald. 25 miljoen, hè? Ja. Die spelers zijn echt wel weer een stukje wijzer en rijper geworden door die paar wedstrijden. En uiteindelijk heb je er in die zin niks aan. Dat het natuurlijk, je bent er kansloos uitgevlogen. Ja. Ruud, we hebben het hier in deze uitzending vaak gehad over spelers die voorgaande jaren zijn gehaald. Er werd er vaak geript over de dure bank van Feyenoord. Spelers die allemaal afgeschreven waren. Daar zat ook Ene Tapia op. Ja. Maar die Tapia is de laatste weken... We hebben geduld met hem moeten hebben. Maar inderdaad, het is leuk om naar hem te kijken. Ik kan me voorstellen, als je supporter van Feyenoord bent, dat je af en toe je hart vasthoudt. Van wat doet hij nu weer? Van doe rustig aan, speel op safe. Maar als je daar gewoon neutraal naar kijkt, dan denk je van ja, dit is een leuke speler. Ja, dat hij kan voetballen, dat wisten we wel. Maar ja, nu laat hij het zien. En ik ben echt benieuwd wat er straks na de winterstop gaat gebeuren. Want we hebben nog Jan-Arie, we hebben nog Erik... Ja, en wat gaat er gebeuren met Sven en wat gaat er gebeuren met Renato? Dus, Alfons de Wit vraagt ook, als centrale verdedigers weer fit zijn, moet Tapia dan op het middenveld worden gezet, Sjoerd Dennis? Dat lijkt me niet zo heel onlogisch. Het middenveld is ook niet onomstreden bij Feyenoord, dus daar kan je best nog wel wat in wisselen. Maar ik vind hem juist als doorschuivende verdediger, vond ik hem fantastisch. Want dan heb je echt een extra wapen in het veld. Zeker in de Eredivisie zou dat moeten kunnen. Hij deed dat woensdag geweldig. Ja, dat is de positie van Van der Heijden dan eigenlijk, waar hij dan om zou moeten strijden. Ja, maar Van der Heijden heeft het vorig jaar fantastisch gedaan. Maar die is toch niet per se totaal onomstreden voor de komende jaren? Nee, dat denk ik ook niet. Weet ik niet. Maar jij zegt het middenveld is niet onomstreden, maar bij Van Bronckhorst wel, toch? Daar is toch Vilena en El Amadi, dat is toch een soort van heilige... Twee van de drie, maar dan heb je er nog één, toch? Ja. En Tapia brengt wel iets meer creativiteit, die kan een mannetje voorbij. En dan kunnen die andere twee niet of nauwelijks. Maar staap je dan meer, dan zie je hem niet als team, toch? Dan denk je dat je meer als soort verdedigende middenvelder zit die meekomt. Nou, je zult heel goed moeten kijken naar hoe je het dan neerzet. En misschien gaat het wel een enkele keer ten koste van Vilena. Je zult moeten kijken hoe dat het best in elkaar valt. Het is niet zo heel makkelijk, want je mist eigenlijk nog steeds al een echte team. Dat is ook duidelijk. Alleen, hij brengt wel creativiteit en lef en een mannetje voorbij kunnen lopen. En dat ontbreekt natuurlijk ook wel aan op middenveld. Maar zo gek kan het dus lopen in voetbal. Hè? Een jaar geleden of een half jaar geleden nog verketterd. En die moeten we maar wegdoen, want daar hebben we niks meer aan. De 3,5 miljoen is weggegooid. En nu zegt iedereen, goh, wat heeft hij goed gespeeld in de Champions League. En hij staat overeind waar de anderen wegzakken. Ja, credits voor hem dan toch? Ja. Dat is toch ongelooflijk knap. En Hij moet die foutjes natuurlijk nog wel uitslopen. Want er zit nog steeds heel veel risico in. En nog steeds inderdaad, wat Ruud zegt, je houdt je hart vast. Maar het is wel... Zeker op die positie vond ik het echt een revelatie. Hij heeft zich dus als voetballer ontwikkeld. En daar zullen de zware interlandse die met Peru heeft gespeeld ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Ja, en dan is hij dus beter geworden. En dan kan je er dus ineens wel staan. Dus zo vreemd is dat natuurlijk niet. En zeker niet als je kijkt naar Tapia en de mindset die hij dan heeft. Hoe hij met zijn reserve omging. Ga maar terugkijken op zijn social media accounts vorig jaar. Ja, de man staat altijd lachend op elke foto, benadert alles op een positieve manier. Ja, dan krijg je uiteindelijk je kans, krijg je de beloning. En die kans heeft hij gegrepen, zeker ook in verdedigend opzicht, waarin hij echt gewoon goed doet. Het bewijst ook maar weer dat als je als speler een serie krijgt waarin je kan spelen en meerdere wedstrijden achter elkaar, dat je dus met meer vertrouwen gaat voetballen en dat het dus vanzelf beter gaat, toch? Ja, hij heeft in La Bombonera tegen Argentinië gespeeld. Ja. En dat deed hij best aardig. Als je dat overleeft, dan overleef je de Eredivisie ook wel, hoor. Over creativiteit gesproken, Alfons de Wit zegt ook, Gustafsson volgend jaar terughalen voor een creatieve impuls? Nee, niet nodig. Oh nee, maar die kan hetzelfde verhaal worden als Tapia, toch? Volgend jaar in de Kuip ineens de helft. Bedoel, je hebt toch Larsson, heb je nog, je Berghuis, de andere positie, dat weet ik ook wel. Maar ja, Gustafsson, ik weet het niet. Is geen top. Nee, maar je moet sowieso doorselecteren op heel veel posities, denk ik. Had je misschien dit seizoen al nadrukkelijker moeten doen. Ik heb van Gustafsson wel dingen gezien waarbij ik hem nog steeds wel in mijn achterhoofd heb van... Die zou dat stapje toch moeten kunnen maken. Die jongen kan echt goed voetballen. Die kan echt als je in het begin zag van die steekballetjes bij Jurgensen en dit, die potentie die zit er nog steeds in.
Anthony Lulling. Alleen hoe vaak komt het voor? Kijk, daarom hebben we het nu over Tapia. Het is vrij zeldzaam dat als je echt al afgeschreven lijkt, dat je dan bij een club als Feyenoord toch nog redt. Die zijn echt op één hand te tellen, denk ik. Anthony Lulling kon die dat nog hebben voetballen. Gehad. Ja, kon ook heel goed voetballen. Ja, die kwam met een achterstand van, ik weet niet wat kwam die binnen. Dat is bij Simon Gustafsson niet het geval. Nee, maar het zijn allebei subtopspelers. Het zijn geen topspelers. Gustafsson ook niet. Over doorselecteren gesproken. Teun Peek zegt, Nederland verkopen, Malakia op zijn plek. Ja, als er iemand is die Nederland wil kopen. Ja, ja of in ieder geval wegdoen. Hè? Ja, nou ja, als Malakia het volhoudt, dan zal hij spelen. Maar het is wel weer heel opportunistisch. Het is een beetje op de ijs manier, hè? Gelijk roepen dat een speler fantastisch is als hij één wedstrijdje gespeeld heeft. Nou ja, we hebben daar natuurlijk ook wel een rare stelling over gedaan natuurlijk. Hè. Op Twitter hebben we jullie gevraagd, wat vinden jullie ervan? Hè? Malasia nu als linksback zegt dat eigenlijk dat je voortaan maar eerst de jeugd de kans moet geven in plaats van alleen maar spelers kopen. 91% eens, hè? Ja, maar... jij bent toch een beetje opportunist, Ik wou net zeggen, het is wel heel opportunistisch. Nee, maar Erik Gudde zei het altijd, we kijken eerst op Varkenoord, maar dat bleek niet uit de handelswijze. Want dan kwamen daar de Vajnovic en hoe heten ze allemaal, die kwamen dan... Maar dat had ook niet moeten halen. Dus eerst naar Varkenoord kijken, maar je kijkt nu en je ziet zo'n jongen lopen. Kijk, Haps is gewoon een hartstikke goeie, dus we moeten niet één op één de vergelijking maken dat ze Haps niet hadden moeten halen. Maar ik vind wel, als je 5,5 miljoen per jaar in je jeugdopleiding steekt, dan moet je daar ook wat mee doen. En het mooie is dat die spelers die doorbraken uit die jeugdopleiding voortkwam uit een tijd dat er zware armoede was in de Kuip. Ja, nu zijn er meer centen en nu lijkt het alsof er wat minder gekeken wordt. Maar als jeugdspelers goed genoeg zijn, dan spelen ze toch. Dat is bij hem nu ook. En... ja, maar dan moeten ze wel de kans krijgen. En als er nu geld is en er worden spelers gehaald, dan krijgen ze dus minder kansen. En toen was er geen geld, toen moesten ze wel spelen. Ik denk, als er toen geld was geweest, hadden we nu nooit van Stefan de Vrij gehad. Zou dat echt zo, jij zegt dat nu, zou dat echt zo zijn dat als jeugdspelers goed genoeg zijn dat ze de kans krijgen, dat is nu uit nood geboren wederom, hè? Omdat mensen geblesseerd zijn of er niet zijn. Hoeveel jeugdspelers zitten er bij deze selectie? Ja, waarschijnlijk de helft is dan weer eigen jeugd, wordt dan geroepen. Maar zou het heel misschien ook kunnen dat die jeugdspelers van de laatste 4-5 jaar gewoon niet zo goed zijn? Dat zou kunnen. Nou, dat denk ik eerlijk gezegd. Want als je echt hele goede jeugdspelers, de categorie hoeveel clubs hebben we nog, zeg maar, waar echt jeugdspelers op hun 17e, 18e er gelijk staan? Die zijn het al niet meer in Nederland. Nou, echt gelijk staan misschien niet, maar je hebt de jongen hebben nog al 20 jaar discussie over dat hij zo goed is. Ja, maar je hebt toch volop kans in de Nederlandse Eredivisie. De gemiddelde leeftijd is, 22, 23. Ja. Ik overdrijf een beetje, maar er zijn genoeg jonge spelers die spelen. Maar de enige ploeg waar jeugd echt een kans krijgt op dit moment is toch AZ? Ja. Maar ja, dat is ook een heel ander soort elftal. Kijk, je moet ook niet vergeten dat onderdeel van het kampioensteam was natuurlijk ook ervaring. Mm-hmm. Ja. Dat was heel specifiek een keuze. Dat heeft natuurlijk ook die titel gebracht. Daar kun je echt niet omheen. Nee. En als daar, als daar jeugdspelers staan, zoals Malatia, die gewoon heel goed zijn, ja, dan zal dat vanzelf blijken. En dan zullen die... Ik geloof echt niet dat een trainer geen kansen geeft aan een jeugdspeler die gewoon de kwaliteit heeft. Oké, want jij wilt net, zeg maar, de statistiek eruit gooien hoeveel jeugdspelers in de selectie zitten. Ze hebben er net twee verkocht. Congolo, Karsdorp hebben ze net verkocht natuurlijk. Nieuwkoop, Van Beek, Nelom, die nooit in het rijtje wordt meegenomen, maar is zijn eigen jeugdspeler. Je hebt Villena erbij zitten. Dus het is niet dat Feyenoord dat helemaal niet heeft. Ja. Ik ga eens even naar een andere jeugdspeler, maar dan bij een andere club, Sparta. Waar Duarte, opzienbaar natuurlijk, 17 jaar, talent. Ik laat even een fragment zien, Ruud. Moet je even meekijken. De trainer van en huidige technisch directeur van Sparta. Tenminste, ja, dat heeft hij een beetje afgestaan aan Beenhakker. Maar goed, Alex Pastoor. Die zou, als die technisch directeur zou zijn bij een andere club, wel weten wat hij zou doen met Duarte. Je zit bij een club die, die oog heeft voor talent. Dan zou je ook naar zo'n speler kijken. En dan zou je ook al wel denken, zou ik denken, zit daar... potentie in voor de toekomst, zou die bij de top 3 kunnen spelen? Nou, kunnen we misschien alvast al halen en terugverhuren. Beantwoord die vraag eens. Zou die bij de top 3 kunnen spelen? Ja. Op deze termijn ook al? Ja, qua niveau wel. Alleen wat je wel altijd ziet, laat ik het betrekken op onze eigen spelers. Die kunnen allemaal Eredivisie niveau aan, maar voor de meeste spelers is het nog niet te doen omdat elke dag te brengen. Elke wedstrijd, dat is één. Maar ook elke dag op Eredivisieniveau trainen en jezelf verbeteren. Nou, als ik kijk naar of hij dat kan, ja, dat kan hij. Nu is hij niet zeker dat hij altijd speelt. Maar je kunt er wel gevoelig van uitgaan als hij dit niveau vasthoudt, dat hij altijd zal spelen. Nou, dat moet je altijd bij een topclub maar afwachten. Dus dat betekent dat door die omstandigheden zou je sowieso niet elke week dat kunnen waarmaken. En dat zou zonde zijn. Vandaar dat ik zou zeggen,
Ik koop hem alvast en ik verhuur hem voor, ik noem maar wat, een half jaar of anderhalf jaar verhuur ik hem terug. Voor het symbolische bedrag van 1 euro bijvoorbeeld. Nou, dat zou een koopje zijn. Dat is voor ons ook weer voordelig. Ja, zo, dus de technisch directeur doet eventjes de spelers in de aanbieding. Nee, koop hem. Nee, maar hij denkt nu vanuit het belang van de speler. Hij heeft toch gelijk. Ik bedoel, als je een club zo'n talent kan halen, moet je dat zeker doen. Maar het heeft geen zin om hem op de bank te zetten. Alleen de vraag is, moet je hem dan terugverhuren aan Sparta, wat laag in de Eredivisie staat? Of verhuur je hem dan aan een club die halverwege de Eredivisie staat? Dat kan natuurlijk ook dan nog. En misschien is dat dan wel een betere oplossing. Want dan gaat hij een stap omhoog. Als hij door Ajax wordt gekocht bijvoorbeeld en hij wordt weer verhuurd aan Sparta. Dan schiet het voor hem in eerste instantie niets op natuurlijk. Ja, het is een beetje een raar advies. Ja, vind ik. Ja, ik vind het ook een beetje een raar advies. Waarom zou je nu een andere club gaan adviseren om een speler van Sparta te gaan kopen? Ik bedoel, omdat dat de levensader van Sparta is natuurlijk. Sparta ja, maar, heeft. Ja, maar als die clubs die komen toch wel? Nee, maar Frank Stout vraagt hier specifiek naar en hij geeft antwoord. Maar de jongen heeft een contract tot 2020. Dus als Sparta hem nu verkoopt, dan kunnen ze er wat voor vragen. Nou, dan is dat toch een win-win situatie. Want over anderhalf jaar is die toch weg. Nou, dan kunnen ze hem beter nu verkopen voor 4 miljoen. En dan nog een anderhalf jaar van profiteren. Dat begrijp ik wel vanuit het oogpunt van Pastoor. Maar het probleem is een beetje, dat als stel dat Ajax hem koopt, waar denk je dat die hem gaan plaatsen? Die gaan hem lekker in Jong Ajax. Ja. Nee, dat zeg ik dus. Ja. Ja. Maar dat is toch, maar, dan ga je dat toch niet adviseren? Nee, maar zo'n jongen van Fortuna, Schuurs, ja. Die gaat nu naar Ajax. Ja. Ja, ik zou het zonde vinden als die jongen dan bij Jong Ajax gaat spelen. Die kan je toch beter ergens midden in de Eredivisie laten spelen dan? Maar dan maakt hij een stap omhoog van top Jupiler met Fortuna nu naar midden Eredivisie. Ja, maar dat gebeurt dus bijna niet meer. Dat is ook een van de problemen van die belofte teams in die Jupiler League. Er zijn wel meer problemen mee trouwens. Ja. Maar dit is er ook een van. De clubs uit de categorie Sparta, Excelsior, NAC, Willem II. Die zouden normaal gesproken dit soort jongens huren. Ja. En dat gaat niet meer, want die worden allemaal bij die belofte teams gehouden. Ja. Ja, dat is echt... Overigens, een vraag ook over Excelsior. Siebrand Burghout, gaat Excelsior eindelijk weer eens 3 punten pakken? Door de laatste nederlagen en uitslagen op de andere velden zakken ze naar de onderkant van de Eredivisie, Dennis? Of ze 3 punten gaan pakken, is concrete vraag. Dit weekend, dat is de vraag. Concreet, tegen PEC aan de voorkant altijd positief. Ja, maar nu, en ook aan het sprookje van PEC Zwolle gaat ook op een gegeven moment weer een eind komen. Dus misschien wel op Woudestein morgenavond. Er gaan wel wat dingen veranderen. Ik heb het interview dat Sinclair Bisschop met Mitchell van der Graag heeft gehad, even bekeken op onze website. En hij, is het een sluiksreclame voor Raymond.nl? Nee, gewoon de credits aan de collega Sinclair geven. Zo ben ik in teamspeler. Hè. Van der Graag geeft wel aan dat hij in gaat grijpen. Dat gaat veranderen. Volgens mij niet op zijn doelman. Daar werd specifiek naar gevraagd. Want er is best wat kritiek op Christensen. Maar op andere plekken gaat hij wel wat dingen anders doen. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Dat als je als linksback zoveel fouten maakt als die keeper, had je er al lang uitgehaald geweest. Ja. Maar als je als keeper kan je 100 fouten maken en dan wordt er gezegd, ja nee, winterstop. Waarom? Waarom creëren we zo'n uitzonderingspositie voor een keeper? Er is een man aan deze tafel die dat helemaal niet erg vond. Die zit namelijk hier. Want ik heb nog wel wat moeite gehad om je uit te nodigen hier natuurlijk, na die overwinning van NAC of Excelsior. Maar... Oh, zo. De psyche van de doelman. Ja, precies. Maar de psyche van de doelman kan je natuurlijk ook wel ontlenen in deze. Dat, ja. Ja, als keeper. Ik weet alles. Nee, ja. Nee, maar natuurlijk, dat hielp wel. Want dan slechte keeper. En jij was ook niet onder de indruk van het spel van Excelsior? Nee, sowieso niet. Ja, kijk, NAC is natuurlijk ook helemaal geen goed elftal. Nee. En die hadden een enorme dreun gehad 2 weken eerder. Maar als je dan Excelsior ziet, dan dat is ongelooflijk dat die toch 10 staan. Dat kan toch niet waar zijn? Ja, nee, maar dat toont misschien ook aan hoe zwak de Eredivisie aan de rechterkant is. Toen speelden ze wel even wat anders dan in Breda. Hoe bedoel je? In eerdere uitwedstrijden dit seizoen. Dat weet ik wel, maar als je puur naar de kwaliteit kijkt, Dan is het echt niks bijzonders, Excelsior. Echt niks bijzonders. Toptrainer die Van der Graag. Ja, dat is ongelooflijk knap. Dat meen ik serieus. En een goed middenveld toch ook. Koolwijk. Het is in orde, maar nee, het middenveld is de sterkste linie. Daar is helemaal niks mis mee. Maar verder is het natuurlijk niks bijzonders. Is het echt kwalitatief echt niet beter dan VVV, Sparta, die categorie? We gaan kijken wat dit weekend gaat gebeuren. Jij veel plezier bij Willem II NAC. Heb je de fakkels in je enkels of niet? Ja, meegenomen. En een grote vuurwerkbom. Ja. Oh god, ik kom in het stadion niet. Dank voor dat jullie hier waren. Dank voor het kijken ook het weekend. Dit weekend al het voetbal weer te volgen natuurlijk. Zaterdag en zondag op Radio Rijnmond. En zondag is er weer FC Rijnmond. En zondag zit Rob Baan aan deze desk bij Bart. Vanaf deze plek wil ik in ieder geval Chris Orlanders heel veel sterkte wensen vandaag. En hopelijk komt de stel weer bovenop. En tot slot van deze uitzending. Ja, de shirtsponsor van Feyenoord heeft een ludieke kerstactie. Het hele filmpje vind je op de Facebookpagina van Rijnmond Sport. Zoek hem vooral op. Maar dit is alvast een voorproefje. Fijn weekend. Jeremiah Sint-Juste, Karim Helemaal. Ja, gaan we? Fantastische sfeer. Hallo. Hallo. Hallo.
Vrijdag wordt snel genomen nu door El Amadi. Kort naar Berghuis. Berghuis dan met de opening aan de linkerkant naar Nelom, die hem meeneemt met het hoofd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Current, knalgroene energie.